De overlast van ratten is in delen van Schiedam een bekend probleem. In de afgelopen periode heeft Schie hier regelmatig aandacht aan besteed. Hoe staat het er nu voor, nu we in het laatste deel van het jaar zitten? Er is een tijd rattenoverlast geweest, maar wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal daartegen? Ja, nu worden de bosjes weggehaald. Je ziet achter mij natuurlijk allerlei mensen met grote machines. En eindelijk actie. Wat vindt u ervan dat er na al die tijd eindelijk actie ondernomen wordt? Ik ben zo ongelooflijk blij en trots, echt zo trots op mijn medebewoners. Al die vrouwen, de moskee, het Dreesplein, de vrouwen van de Parkweg. Al die mensen die zo hard gewerkt hebben. Ja, daar ben ik echt heel, heel trots op. Hoe lang bent u met al die mensen bezig geweest tot de gemeente eindelijk wakker geschud was om dit te gaan doen? Bijna 5 jaar. Hoe zijn die 5 jaar voor u geweest? Frustrerend, maar ook heel leuk. Helpt mensen leren kennen en toch je wijk beter leren kennen. De mensen beter leren kennen en ja, op de een of andere manier kom je dan dichter bij elkaar. En dat ga je ook merken. En dat is het positieve van dit verhaal. Dat je samen in één buurt woont, in één portiek, in één straat. Het verschil maak je zelf. En zijn er nog dingen die moeten gebeuren? Ja, dit is maar een klein stukje van Nieuwland natuurlijk. De rest moet natuurlijk ook. En de gemeente is volop in beweging met bouwen en slopen. En je kan natuurlijk ook niet alles verwachten. En ik vind dit al zo'n grote stap waar ik heel blij mee ben. Worden er ook andere maatregelen getroffen tegen de ratten dan die ene rattenhotels die we eerst hadden? Nou ja, net wat ik al zei, we hebben een grote groep vrouwen op het Dreesplein, op de Parkweg, hier zo. Madou van het Dok is daar de grote vrouw in die ons begeleidt. Jeffrey Burnett van WoonPlus. Sylvia van WoonPlus. Het komt nu heel langzaam bij elkaar. Dus eigenlijk doen de bewoners het nu zelf. En we worden nu gefaciliteerd door hele goede mensen om ons heen. En daar zijn we heel erg blij mee. En wat gaat u nu doen nu uw doel eigenlijk bereikt is? Ja, we gaan gewoon door natuurlijk. We moeten duurzaam. Het zou heel leuk zijn als we door kunnen gaan. Als de gemeente dat goed vindt met die grote groep vrouwen die we nu hebben. En in samenwerking met DOC. Er is nog heel veel. Armoede, eenzaamheid. We weten ze nu allemaal te vinden. Er moet alleen weer een verbinding gelegd worden hoe we dat nou gaan aanpakken.